Goedendag dames en heren, mijn naam is Joel en fijn dat jij erop te kijken naar een nieuwe video. En in deze video ga ik jullie een kaarttruc laten zien waarbij je je telefoon moet gebruiken en een spelkaarten. Een hele vette truc, laten we gauw beginnen met de video. Boom! We hebben dus een stapel kaarten en een telefoon. En wat we gaan doen is we laten iemand een kaart kiezen. We hebben hier een spelkaarten en allemaal zijn ze verschillend, dus er is niks geks met de kaarten aan de hand. En we zeggen gewoon tegen de persoon stop. Dus stel voor de persoon zegt hier stop, dan pakken we die kaart. En die gekozen kaart, die moet je zelf checken, is dus klaar voor 10. Dan doen we een stuk in het stapeltje, dan gaan we even schudden en ja, zorgen dat de kaart dus volledig verdwaald is. De rest laten we weg en we hebben dus niks meer nodig. Wat we nou doen is we pakken mijn telefoon en ik heb voordat ik met de truc begon, had ik een foto gemaakt van een kaart die jou misschien zou kiezen. En laten we even de telefoon gaan unlocken en we kijken en we zien inderdaad de klaveren 10. Dus je ziet hier de klaveren 10 en wat we gaan doen is we gaan iets vets doen. We hebben dus hier die klaveren 10 en daarop 1, 2 en hij is uit de telefoon en we hebben dus hier de klaveren 10. En dit is eigenlijk simpelweg de truc. En laten we gauw beginnen met de uitleg. Nou, de uitleg voor deze truc is eigenlijk best wel simpel. Wat je nodig hebt voor deze truc zijn 2 klaveren 10 die ik dus hier heb. Een spel kaarten en een telefoon. En wat je gaat doen voordat je met de truc begint is je maakt een foto. Wat ik eigenlijk doe is ik ga gewoon even naar mijn galerij toe. En ik heb 2 foto's gemaakt. Eigenlijk heel simpel. Kijk, ik heb een foto gemaakt van een klaveren 10 en een foto van iets zwarts. En dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Je moet alleen weten van oké, als ik dus die kant, als ik dus de kaart als het ware hier achter zet en ik swipe naar die kant, dan moet ik dus als het ware terechtkomen op het zwarte scherm. En hoe kom je daarop terecht? Wat ik heb gedaan, ik heb gewoon de telefoon op de grond gelegd of op iets donkers op mijn been en ik ben gewoon een foto gemaakt en het is toch zwart. En wat je wel moet doen is, als je de foto maakt van de klaveren 10, leg hem dan op iets zwarts en zorg dat je ook gewoon een zwarte achtergrond hebt. Dus dat is eigenlijk alles wat je moet doen. Dus ik heb als het ware de kaart stop ik achter mijn telefoon en als ik naar die kant swipe, dan komt de kaart ook tevoorschijn, dan kan ik hem eruit halen. Zag je dat? Dus laten we het nog een keer doen. Ik heb hier de klaveren 10 en ik schuif hem als het ware naar die kant toe. Ik swipe en ik haal de kaart er zo uit. Het is eigenlijk heel simpel, maar het ziet er zo vet uit. Echt, de reacties zijn zo geniaal. Het ziet er zo vet uit. Dus dat is eigenlijk dat. Dus zorg dat je, als je je telefoon neerlegt op tafel, dat die klaveren 10 daaronder zit. Je kan hem misschien een beetje vastplakken, maar zorg in ieder geval dat hij zo op tafel ligt. Dat is eigenlijk alles voordat je moet beginnen met de truc. Nu over naar wat je moet doen. Want hoe laat je nou hun die klaveren 10 kiezen? Heel simpel. Je legt de klaveren 10 bovenop. Je zegt tegen hun stop. En als zij stop zeggen, dan til je alle kaarten op. En dan pak je met je bovenste, of met deze vingers, trek je de bovenste kaart eraf. En dan geef je de kaart aan hun. En in snelheid ziet het er zo uit. Ik heb dus hier klaveren 10. Ik zeg stop. Ik zeg stop hier. En ik geef hun die kaart. Dat is de klaveren 10 al. Het enige wat ik dus doe is, ik doe zo en als zij stop zeggen, dan pak ik als het ware zo de kaart. En zo geef ik hun een klaveren 10. Hun zien een klaveren 10. Je legt het stapeltje terug. Je pakt je telefoon. Je pakt alles op, dus de kaart ook. Dan zeg je van oké, luister, ik heb een foto gemaakt voordat we met deze truc begonnen. En dat is inderdaad je klaveren 10. Maar oké, let op. Wat we gaan doen is, we gaan hem zo super uithalen. En dan geef je hem aan hun. En het is zo vet. Dat is eigenlijk simpelweg de truc. Goed, dit was de video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En wil je nou de vorige video zien waarin ik ook een kaarttruc heb gedaan met uitleg? Moet je eventjes hier klikken, dan ga je naar de vorige video toe. Je kan me ook toevoegen op social media. Dat is heel tof, want daar post ik ook heel veel op. De linkjes staan hieronder in de beschrijving. Kan je me op toevoegen. En dan zie ik jullie gewoon volgende keer weer terug met een nieuwe video. Geef een like, abonneer. En dan zie ik jullie gewoon weer de volgende keer. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao.